guys! Vandaag heb ik een extra video. Ik wilde namelijk een Snapchat Q&A doen. En die ga ik nu doen. Dus ik ga allemaal vragen van jullie beantwoorden die jullie via Snapchat naar mij gestuurd hebben. Let's go, want er zijn weer veel binnengekomen. Zou je in het buitenland willen wonen en waar? Ik weet niet zeker of ik in het buitenland zou kunnen wonen, omdat ik het heel moeilijk zou vinden om alles hier achter te laten. En daarmee bedoel ik natuurlijk de mensen waarvan ik hou. Als ik dan in het buitenland zou kunnen wonen, dan lijkt ja toch Amerika me best wel leuk. Het is een land dat toch wel goed bij me past. En dan vooral wel de West Coast. Dus bij LA, California. Ik vind ook Engeland vind ik ook prachtig. Brighton bijvoorbeeld vind ik echt een super mooie stad. Londen natuurlijk, maar het is wel mega druk. En ik ben ook wel gecharmeerd van Australië. Ook al ben ik daar nog nooit geweest. En stiekem zegt zo de zen yoga-achtige persoon in mij van ga een tijdje in Azië wonen. Ga een tijdje in India wonen. Of waar dan ook. Maar ik weet niet of ik dat durf. Daar ben ik waarschijnlijk gewoon simpelweg te westers voor. Heel stom. I know. Mijn vraag is of je met Mert samenwoont. En misschien is dat een hele domme vraag, maar ik vraag me echt af. En ik vind het super leuk. Mert en ik wonen inderdaad samen. Alweer sinds februari, dus ja, bijna een jaartje eigenlijk. En het bevalt heel goed, dus dat is fijn. Teske, wat is jouw favoriete plek om te lunchen? Mijn favoriete plek om te lunchen is bagels en beans. Maar eigenlijk is bagels en beans ook mijn favoriete plek om te ontbijten. Er is iets met die plek wat mij zo aanspreekt. En ik ben zo verliefd op het personeel. In ieder geval bij het filiaal waar ik dan kom. Iedereen is zo aardig en er hangt zo'n hartelijke sfeer. En ik kan er altijd heel erg goed werken. En ze hebben verschrikkelijk lekkere bagels. Eigenlijk is alles lekker daar. Ik ga echt serieus bijna nooit naar een ander café of een ander eetplekje of zo. Ik kreeg ook nog een vraag van Quinn en Mitchell die je hier in de filmpjes ziet. Zij wilden weten wat ik de leukste challenge vond die ik hun heb gegeven afgelopen maand. Dag mevrouw. Voor de mensen die Quinn en Mitchell niet kennen. Zij zijn de Snapchat crew van Vodafone. En zij doen dus elke week challenges die YouTubers aan hun geven. En in de hele maand november heb ik in samenwerking met Vodafone de challenges aan hun gegeven. Dat was echt heel leuk, want ik kon voornamelijk hier lekker thuis zitten. Terwijl zij allemaal moeilijke opdrachten moesten uitvoeren. Maar één keertje ben ik meegegaan. Het regende enorm, maar het was super grappig om die challenge uit te voeren. Want we moesten toen muziek bij een bepaalde situatie matchen. En dat was af en toe nog best wel moeilijk. Vodafone hebben me gevraagd jullie hierover te vertellen, want deze maand december geeft weer een andere YouTuber de challenges aan Quinn en Mitchell. En dat is niet zomaar een YouTuber, maar het is mijn vriendje Mert. Ja! Dus als je benieuwd bent naar wat voor challenges ze deze maand gaan krijgen, volg dan even Vodafone NL op Snapchat, want dat is echt super leuk. Hey Taske, wat doe jij als je echt ziek bent en niet tot je bed kan komen? Als ik ziek ben en ik ben zo ziek dat ik in bed moet liggen, dan ga ik eigenlijk gewoon de hele dag in bed liggen en proberen te slapen. Want zo word je volgens mij altijd, ja, het snelste toch weer beter. Maar wat ik ook wel doe is series kijken. Netflix is echt een mega redding op dat moment vaak. Heel veel beterschap. Hallo, heb je nog leuke uithuistips? Want over een maand ga ik op kamers. En nog leuke interieurtipjes of leuke dingetjes? Let me know. Interieurtips? Oeh, vind ik moeilijk. Ja, ik ben echt heel erg fan van de kringloopwinkel. Dat is en goedkoop. En je hebt vaak dingen die andere mensen niet in huis hebben staan. Want je zal daar niet zo snel iets kopen van IKEA of zo. No offense naar IKEA. Ik vind IKEA fantastisch. Maar je hebt wel wat uniekere items dan in je huis staan. En je hebt ook wel in Amsterdam, zeker in de 9 straatjes in de Jordaan, heb je echt mega leuke interieurwinkeltjes. Niet heel goedkoop allemaal. Maar wel misschien een kijkje waard. Al is het maar voor een klein accessoire dingetje of zo in je huis. Heel veel succes met verhuizen en zo. En geniet er vooral van. Het is een nieuwe fase in je leven. En het zal misschien ook een beetje moeilijk zijn hier en daar. Maar het is ook wel heel leuk. Hey, ik heb een vraag. Wat vond je leuker? De middelbare school of de basisschool? Ik vond de middelbare school leuker. Omdat ik me meer geaccepteerd voelde op de middelbare school. Ik kreeg daar vrienden die veel meer op mij leken. En een beetje dezelfde hobby's hadden. En dezelfde interesses. En dat had ik op de basisschool gewoon niet zo erg. Maar aan de andere kant staat wel dat ik op de basisschool leren en school nog heel erg leuk vond. Terwijl op de middelbare school werd ik echt zo'n puber die nooit zijn huiswerk wilde maken en spijbelde. Stay in school, guys. In ieder geval tot je middelbare hebt afgerond. Hi Teske, ik vroeg me af, als jij nog in een Robinson zou zitten, zou je naar het afvalseiland gaan of zou je gewoon meteen naar huis gaan? Laat me weten. Love you, hartjes. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen, want ik ben niet in die situatie terechtgekomen. En ik weet niet hoe ik me zou voelen op dat moment. Maar ik denk wel dat ik ja wel zou willen proberen natuurlijk naar dat afvallerseiland te gaan. Ik heb wel gedacht daarvan, wow, als ik in mijn eentje ergens had gezeten, dan verwachtte ik wel dat ik het heel lang vol had kunnen houden daar. Maar ja, alsnog is het natuurlijk mega zwaar als je dan uiteindelijk in je eentje daar zit en je moet in je eentje voor alles zorgen. Ik heb heel veel respect voor Danny dat hij daar al zo lang zit. Maar ik denk dat ik het wel zou proberen. Dat minstens in ieder geval. Hoi Teske, welke naam zou je je geit geven als je een geit had?
Lekker weer, hè? Als ik een geit zou hebben... Oh, ik hoop zo dat ik op een dag een geit heb. Ik vind het wel leuk om mijn geit dan wel echt een mooie naam te geven. Zoals Felicity of zo. Dat is een beetje belachelijk eigenlijk. Want het is zo'n geit en heet hij zo Felicity. Zo'n hele moeilijke naam. Maar ik vind dat soort dingen heel leuk. Ik vind wel altijd leuk om veel moeite te stoppen in namen. Mijn hamster heette bijvoorbeeld Kiona. En dat is volgens mij Afrikaans voor klein geluk. Of een andere taal, maar in ieder geval stond dat toen op zo'n namenwebsite. En dan geloof ik dat ook maar gewoon meteen. Maar Kiona was ook zo'n naam die niet veel voorkwam. En dat vond ik dan heel leuk dat iedereen zei van, huh, hoe heet je hamster? Omdat, ja, de meeste mensen noemen een hamster toch wel Snuffy of Knabbel of iets in die richting. En ik ging altijd dan heel moeilijk nadenken. Ik deed echt 5 dagen over een naam kiezen voor mijn hamster. Ben je wel eens uit de les gestuurd? Ben ik wel eens uit de les gestuurd? Ik ben wel eens uit de les gestuurd. Ik was best wel een kletser op de middelbare school. Als ik met mensen in de klas zat met die les waarmee ik het goed kon vinden, dan was ik eigenlijk bijna de hele les aan het kletsen. En ik was ook wel bij sommige leraren af en toe een beetje brutaal. Want dan, ja, ik was gewoon een opstandige puber. Ik bedoel, ik ben nooit bijvoorbeeld met mijn ouders, heb ik bijna nooit ruzie of zo gehad als puber. Maar met leraren had ik toch altijd wel een beetje ruzie, omdat ik dan dacht dat ik het beter wist. Als 15-jarige wil je gewoon een beetje opstandig doen, vaak. Of in ieder geval, dat wilde ik graag. Dus ik ben inderdaad wel eens de les uitgestuurd. Maar voel toch altijd wel een beetje zo naar of zo. Ik heb dat nooit als een overwinning gezien als ik de les uitgestuurd werd. Het was toch altijd een beetje zo van, oh ja, shit. En nu? Wat ga ik nu dan doen? Heb je er zelf voor gekozen om vegetariër te worden of hebben je ouders dat gekozen? En dit is de laatste vraag. Ik heb zelf gekozen om vegetariër te worden toen ik 9 jaar was. Mijn moeder was toen wel al vegetariër. Die is dat ook niet haar hele leven, maar die was toen al 5, 6, 7 jaar vegetariër. Misschien ook korter. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik heb daar toen zelf voor gekozen en voor de rest is ook niemand in mijn gezin vegetariër. Eigenlijk alleen mijn moeder en ik. Nou, ik hoop dat jullie deze extra video en de Snapchat Q&A leuk vonden. Heel erg bedankt weer voor het sturen van jullie vragen. Ik heet op Snapchat Official Teske, dus daar kan je me volgen. Ik probeer zoveel mogelijk te updaten. En dan zeg ik heel erg bedankt voor het kijken. Heel erg veel hartjes. En tot de volgende keer. Doei doei!